Ja, en dan in één keer is het donderdag 13 april, open avond bij het Summa College en natuurlijk ook bij Summa Automotive. We staan hier met Max, een zeer aardige student, maar die heeft iets gedaan voor zijn opleiding. Wat heb je gedaan, Max? Nou, ik heb een adviesgesprek gehouden met een paar bezoekers die hier vandaag even langskwamen. Ja? En ik heb hun een advies gegeven of het misschien rendabel was voor hun om elektrisch te gaan rijden. Oké, elektrisch te gaan rijden. En hoe ben je daarop voorbereid de afgelopen weken? We hebben heel veel onderzoek gedaan, heel veel marktonderzoek. We hebben zelf ook adviesgesprekjes geoefend. En op die manier heb ik mezelf een beetje voorbereid. Maar jij zegt adviesgesprek, dus je verkoopt niks. Maar je gaat wel uitleggen of het handig is om over te stappen van benzine naar elektrisch. Ja. Vandaag hoefden we een keer niks te verkopen. Dat gebeurt ook. We hebben gewoon lekker advies gegeven. En mijn advies was dat ze heel goed elektrisch moesten gaan rijden. Ja. Ja. Nou, dat is hartstikke goed. Eerste jaar student, hè? Ja, eerste jaar. Ah. En nu dat al kunnen. Ja, ja, nu dat al kunnen. Nou, dat weten we niet. Er zitten beoordelingsformulieren achter natuurlijk. Ja. Dus, of weet je al of je het gehaald hebt? Nee, weet ik nog niet. Ik zag wel een paar voldoendes op het papiertje staan, dus ik hoop het wel. Als je heel je schoolcarrière voldoendes haalt, dan heb je ook je diploma. Dus, supergoed. We gaan weer snel verder naar het volgende onderdeel. Goeiedag. Wij zijn hier op de open avond even aan het filmen. U bent net geadviseerd door een student van ons. Hoe heeft u dat ervaren? Nou, dat is heel bijzonder. Heel leuk. Interessant. En wat maakt het bijzonder? Nou, dat zo'n jonge lui heel veel meer weten dan ik. Terwijl ik al heel lang auto rijd, hè? Ja. Maar hebben ze u kunnen overtuigen om elektrisch te gaan rijden? Want daar gaat het over in dit project. Overtuigen, het heeft nog wat meer tijd nodig. Misschien een proefritje zo direct. Misschien zou dat ook kunnen bijdragen. Er staan buiten gigantisch mooie auto's om misschien wel mee te rijden. Hoe heeft u het ervaren? Ja, prima. We waren het samen helemaal eens dat wij beide niet elektrisch gaan rijden. De student niet en ik niet. Dat is net zo goed natuurlijk. Ja, dat kan, een goed advies kan dat ook zijn. Goeiedag. Het is hartstikke leuk. Een sterke student, die staat stevig in de schoen. Aha, maar wat rijdt u nu, zeg maar? Een Range Rover. Oh, een Range Rover. Ja. Dan is de stap naar elektrisch. Alhoewel, die ook wel hele mooie modellen hebben. Dat is een afgang. Dat is geen stap, maar een afgang. Nou, hartstikke goed. Hey, dankjewel. Goed dat jullie er waren vanavond. Helemaal goed. We gaan even kijken hier bij de beoordeling. Jeffrey van Dongen, onze docent. Ja, hoi. Ja. Je zit te beoordelen bij die adviesgesprekken. Aan de voorkant van het hele verhaal. Je bent bezig met weken onderwijs. Nu zie je dit resultaat. Vertel er eens iets over. Nou, superleuk voorbeeld. Net een student gehad, komt uit het verre Limburg. Komt hier elke dag op een bepaalde manier natuurlijk naartoe. En wilde ook heel graag van deze bezoeker eigenlijk weten, hoe bent u hier gekomen? En wat is eigenlijk uw mobiliteitsbehoefte? Ja. En op welke manier zou dat wellicht een elektrisch voertuig kunnen zijn? Dus daar ging hij heel goed op in. Ja. Oké. Ik sprak net iemand die heeft een Range Rover. Hoe krijgt een student die dan nog in het elektrisch? Dat was inderdaad een complex verhaal. Dat advies was niet zozeer geënt op het vervangen van die Range Rover. Maar meer op kijken of er ook alternatieve vormen zijn van. Dus bijvoorbeeld plug-in hybrides. Die wel die trekkracht hebben en wel het vermogen hebben om daarmee aan de slag te kunnen gaan. Deze bezoeker vertelde dat hij zelf geen zonnepanelen heeft. Maar wel gebruik maakt van de zonne-energie van een boer bij hun in het dorp. Okay. Dus kocht daar goedkoop zijn energie in. Dus zag zeker wel een meerwaarde om uiteindelijk over te stappen op een vrij dure brandstofauto. Naar een wat voordeligere, wellicht plug-in hybride auto. Okay. Ja. Hey, en vanavond, want op de gang, op de achtergrond horen misschien het geluid. Hoeveel eerstejaars studenten zijn er nu actief? Ja, vanavond hebben er 30 studenten hun adviesgesprek. Dat is eigenlijk de afronding van de afgelopen weken waarin ze hebben gewerkt om een EV-minded verkooppersoon te worden als het gaat om mobiliteit. En dat hebben we gedaan door excursies met ze te doen. Dat hebben we gedaan door gastcolleges hier te geven. Ook over een stukje EV-autotechniek. En vervolgens hebben ze vanmiddag tot 4 uur de tijd gehad om een portfolio in te leveren. En nu dus hun finale adviesgesprek. En begin volgende week weten ze of ze het gehaald hebben of niet.
Ja, ja, want we spraken net even met een student natuurlijk. Maar die zei, ik weet niet of ik het heb gehaald. Maar ik zag wel heel veel veetjes op het scoreformulier staan. Maar dat klinkt goed. Ja, we houden jou niet langer op, want de volgende staan al te trappelen. Ja, supergoed. Nou, de spanning is hier met een botmes te snijden. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er wel klaar voor. Ja, heb je er ook zin in? Ja, op zich wel. Oké, en hoe ga je het aanpakken? Wat is je eerste vraag vanavond? Hoe het met de mensen gaat. Ah. Ik wil mensen gewoon leren kennen. En dan verder kijken. Moet wel goed komen. Eerstejaars student, mensen. Ja, manager mobiliteitsmanagement. Mooie opleiding.